Ik heb 15 jaar in Martinus Gasthuis gewoond. Martinus Gasthuis. Ja. Ja, moesten daar weg, hè? Ja, net allemaal weer. Het was al wel vroeger wat gerenoveerd, maar nu is het weer over de kap gekomen. Hè? Dat, misschien dat van het jaar allemaal klaar komt. Daar kan ik ook niks van zeggen. Dat komt, ik ben geen bouwvakker, hè? Maar hoe bevalt het u hier nou? Ja, dan moet je eerst eenmaal wennen, want het is zo modern allemaal. Installaties en zo. En dat was ik daar niet gewend. Natuurlijk was er elektrisch, maar geen... Nou, bijvoorbeeld een plaatboom, de gasstel en zo, dat was daar niet allemaal. Het is hier veel geriefelijker. Toen ik hier kwam met de verhuizing, toen stonden er kachels. Er stonden overal kachels. Daar was ik eerst een beetje bang voor. De hoge pijpen, hè. Dat had ik daar ook niet. Had. Gewoon zo'n stukje pijp in de schoorsteen. En hier heb je van die hele lange pijpen. Dat is eerst wel even ben. Doe kerst beter, zegt de grunniger, in het bejaardenhuis gewoon. Maar als je nou geen reuma hebt en zo, en je kan het zelf wel. Je kan het zelf wel. En wil je zo zelfstandig eerst even blijven. Ja. En hoe is het met de huur? Ja, dan moet nu 150 zowat meer betalen. Bijna 150 meer. Maar dat is geen probleem? Nee, dat, ik heb een dame, die zoek ik wel eens op. En die woont in de Plutolaan. Het verschilt wel hoor, want die moet 550 geven. Dus dat hoef ik nog hoor. Ik woonde daar ook heel goedkoop. Moet je nagaan naar de oudere mensen niet waarderen. Die waarderen ze wel. Dat waren maar 120. En nu is het 264. Ja. En 68 cent. Wonen hier nog meer leeftijdgenoten van u? Oh ja, bij die dame loopt. Nummer 97. Die kende u ook al, of niet? Ja, die is ook van Martinus. Ja, die is van Martinus. Die komt van Zeeuws-Vlaanderen. Die mevrouw? Die meneer, die komt van Zeeuws-Vlaanderen. Maar die is gelijk met mij in het Martinus gasthuis gekomen. En voor de rest wonen hier jonge mensen? Volgens mij heb ik niks anders dan allemaal jonge mensen. Ja. Wat vindt u daarvan? Dat is wel leuk. Jawel. Dat was daar ook hoor. Daar was ik ook tussen de wetenschap in. Allemaal dokters en zo. Ja. Martinus gasthuis. Verderop hè. Ja. Ook net zo als hier. Ja. Bent u van... Wat? Bent u van het bestuur? Ja, ik heb hier 25 jaar lopen. Beheerder bent u? Ja, ik heb dat beheerder hier geweest over de gasthuis. Was dat nodig, beheerder? Huh? Was dat hier toen nodig, voor het beheerder? Ja, ja. Wegens ja, vandalisme? Ja, hij ging de huur en alles opbouwen, oh, incasseert en zo. Oh, dus het... En voor het midden gasthuis, hè, 25 jaar daar. Ik ben hier nooit eerder geweest toen. Nee, maar u hebt in die andere gast die zei, nee? Ja. Ja. Ja, en bijna 15 jaar. Oh. En dat was toen ook al voor het jaren, ongeveer 10 jaar terug toen was dat gerenoveerd. Oh, ja. Maar het had niks uitgehaald. Nou, maar voor 15 jaar terug woonden hier ook allemaal oude mensen en zo in, hè. En toen ze al, nou ja, die gingen eruit en zo en dan kwamen de studenten in, hè. Ja.
Oh, dat is daar, was daar ook, ja. Ja, ja. Nou, en het ook in de Kleine Rozenstraat, dat was ook van het middengasthuis, ja. Dat gast die zat ik daar ook toen bij. Ja, die meneer ook die daar woont, hè? Ja. De meneer Voerman, hè? Ja, ja. Die zei al, Rozenhofje. En ja. Dan zei ik, nou, dat wist ik nou, niet. Nou ja, daar, Rozenhofje is daar zo weer, hè? Oh, dat is daar zo? Ja. Toen, Nou ja, het is hier nou mooi van, ja. He? Nou, heel mooi. Ja. Ja, vindt u het mooi geworden? Wat zei je? Vindt u het mooi geworden? Ja, ja, het is een stuk opgeknapt. He? Niet die buiten is niet zoveel aan gebeuren, maar binnen is het allemaal opgeknapt en zo, niet? En nieuwe voordeuren ben er allemaal in komen. Ah, Concordia had daar allemaal wel mooi aanpakt en zo. Maar ja, allemaal weer met Sicilië en zo, hè. En daar hadden wij niet, hè. Maar toen deed de woning, ik had ze hier nog van 15 gulden in de maand. En dat is nou 300 en, hè. Het is even anders geworden. Ja. En je hebt ook Bettine's Gasthuis hebben ze gekocht van Ja, van die hebben ze ook gekocht nou, hè. Dat hebben ze gekocht van Ja, Maartenhof. Dat hebben ze ook gekocht. Ja. Ja. Nou ja. Ja, hebben ze. Daarom zeg ik, je moet wel kapitalen hebben. Ja. En dan ook nog opknappen daar, hè? Maar ik vind het fijn dat in de oude stouw blijven is, hè? En dat bordje, wat daar aan dat hek zit, die heb ik nog gemaakt. Oh, ja? En een stukje teakhout nog. En er staat van een rijwiel naastappen en zo niet, want dan vlogen ze hier iedere keer en er waren de oude mensen. En die begonnen dan weer tegen mij over. Nou, toen heb ik daar zo'n bordje aan gemaakt, niet? En die is dan ook weer aankomen. Ik dacht, hij is eerst weg, maar... Is dat een datum? Een datum? Een bordje met een datum? Nee, gewoon een rijwiel naastappen, ja. Een stukje teakhout, zo'n teakhouten plankje was het. Ja. Oh, ik heb altijd in het zwemmenvak gezeten, dus ik weet er alles van, niet? Doe mij niks te vertellen, hoor. Je hebt hier vroeger niet tussen de mensen ingewoond? Nee, nee, ik heb altijd aan de gracht gewoond. Daar heb ik 50 jaar gewoond. Waar hoorde dit vroeger aan? Aan het middengasthuisje, het is altijd geweest. Wat en maar vroeger het gasthuisje is begonnen aan de Oostersingel. Aan de Oostersingel. Ja. En dat is direct bij de Nieuwe Weg. Ja. En daar is het gasthuis oorspronkelijk begonnen. En toen hebben ze dit hier weer gedaan, hebben ze eerst in de kleine Rozenstraat gedaan. En dan ben ze later ben ze dit gasthuis gegaan. Dus dit gasthuis is al een klein 100 jaar oud. Ja, ja. Dat van Martinus. En ik vind het mooi dat dit allemaal bestaan blijft, niet? Martinus, dat in oude stijl staat. En misschien dat u daar aan de overkant liep, daar zo in de Lelystraat. En dan staat de boom de poort, 1892. Ja, ja, ja. Dus ook bijna 100 jaar. Ja, ja. Nou, hier ben een stuk of 6 ouden weer terugkomen en die anderen, daar ben allemaal weer nieuw meer in komen. Dus dat gaat allemaal weer gewoon door, niet? Ja. Zouden we bij u naar binnen mogen kijken, in uw huisje? Nou, ik heb een afwas te staan en zo, dat wil ik liever niet. Ik was maar daarin is dat een beetje afgestaat. Ik was in de war. He? Ik was in de war. Ik dacht dat ik direct hier vandaan naar dat die een school, dat is een school geloof ik, in de grote Kruisstraat. Daar wou ik daarheen heen. Maar die oude man die daar woont, die is ook al een beetje in de war, niet? Voerman van Martinus Gasthuis. Ja, ja. U gaat nu naar de receptie in de school. Ja, ja.